Goed 460 atleten stienen juster om de start van de tweede marathon om de Snitse Mar heen. Zowel bij de manlje als ik bij de vrouwje winnen de nieuwe winnaars en ik nieuwe parcoursrecords. Een verslag van Frederik Wijma. Jan Venhuizen is twaalfvoudig winnaar van de berenloop op Skielge en woont hier de hele marathon. Hij is dus een van de favorieten. Peter Bruinsma hier in het Grien is titelverdediger in Snits. Bij de vrouwje weer Ilona Kruisverlinie hier oppermachtig. En ik nou liet het ze net uit te stopje. Achteraan in dit groepje rent ze de tweede vrouw, Kristin Jonvik uit Noorwegen. In haar tweede marathon eer wint ze starig gewoon terrein op Ilona Kruis. En Jan Venhuizen uit Smilde bloed ijzersterk. Hij behoort zijn grote voorsprong en wint in een nieuw parcoursrecord van 2:35:30. De marge was gewoon geweldig. Had ik niet verwacht vooraf. En dan weet je ook dat je een beetje kunt verliezen, dat je gewoon winst hebt. Dus fantastisch. Bij de vrouwje net Ilona Kruis, maar de Noorse Kristin Jonvik die wint in een nieuw parcoursrecord van 3:06:26. Had je wel eens vaker een rondje om een meer gelopen? Niet in Nederland. In Noorwegen wel vaker. Ja, daar heb je ervaring mee natuurlijk. Ja, ja, misschien was dat het. Zakken en tarinnen. En ik heb vorig jaar trein 14 roem. En nu zeg ik op een klok trein 8. En ik ben wel tevreden. Ja.